President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren een gesprek gevoerd met de rechterlijke macht, de voorzitter van de Nationale Assemblée en de minister van Defensie. De bespreking heeft plaats gehad op het presidentieel paleis. De rechterlijke macht was vertegenwoordigd door de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, en de procureur-generaal Roy Bainat Pandey. Het duo heeft onder andere gesproken over de aanvulling en de versterking van de rechterlijke macht. Ook is er aandacht gevraagd voor de opleiding van vervolgingsambtenaren. Met DNA-voorzitter Marinus B. is er onder andere gesproken over prioriteitswetten met aandacht voor de COVID-19-pandemie. Santokhi wil dat het leger een professioneel en multi-inzetbaar instituut wordt en heeft hierover een onderhoud gehad met defensieminister Krishna Mathura. Vandaag heeft de president, de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, en de individuele ministers van het kabinet ontvangen.